Dit is onze auto. Die stond tot hier in het water. Die heeft tot hier in het water gestaan. Dus doet pijn in de, in de ogen. Het is een zwembad, die kunnen de vissen erin. Het dorpje Eichelshoven in Zuid-Limburg maakte schade op na de hevige regenval van dinsdagavond. Het laagstgelegen deel van het dorp heet niet voor niks de Kom van Eichelshoven. Oei, oei, oei. Ik woon mijn hele leven al in Eichelshoven, maar zo erg heb ik het nog nooit meegemaakt. Ik heb vroeger wel eens hoog water gehad, maar nooit het huis. Zo. Dit huis is al van 1927, heeft nog nooit onder water gestaan, nog nooit. Het is wel altijd hoog warm, dit was extreem, dit is echt extreem. Hoe hoog staat het? 1,20 meter. Je ziet gewoon overal wat water vandaan komen, uit de voordeur, de achterdeur, uit de wc, uit de keuken, in de garage. En het werd alleen maar erger, de auto's begonnen te drijven, dus die stonden gewoon los. Eén auto die kwam aanrijden, die kon geen kant meer op, dus die was halverwege onder water. Stond hier ergens midden vast in het gras. En wij zitten ongeveer 50 centimeter boven de straatniveau. Dus wij, dus meer dan 1,20 meter blank staat het hier in het huis. Dramatisch. Het was snel een kolkende rivier hier, van tot onder mijn knie. En het bleef van stijgen, de auto. De auto stond tot aan de klink onder water. Dus, we kwamen hier kijken. Het is niemand tegen te houden. Niemand tegen te houden, kun je niks meer aan doen. Je weet niet meer wat je moet doen als zoiets is. Dat is overmacht. Wat wil je doen? Je kunt niks doen. Je kunt wel dingen voor de muur leggen, maar dan komen mensen met de auto langs. Die rijden er doorheen extra, hier achter. Dat het hele water, het is dan alles nat. Dat het water tegen de ruiten bij de mensen aan. Dat ze dan het ding afzetten, de weg daar, weet je, dat er geen verkeer meer langs kan. Achter in de stegel is dat gebeurd. Dat vinden ze fijn, flink er doorheen koetsen, weet je. Water opspatten. Ja, dan moet je maar wonen. Die mensen hebben een halve meter water in de woning zitten.